Oké, ik ben klaar en tada, dit is het geworden. Het is vrijdagochtend en ik ben aan het opschieten, want ik heb Sarah en Mila en die moeten zo naar school en ik wil make-up op mijn gezicht hebben voordat ze gaan. Dus ik doe altijd echt een hele snelle ochtend make-up en dat is echt concealer, eyeliner, mascara en wat blush en dan klaar, want anders red ik het gewoon niet in de ochtend. Maar ik vind dat gewoon fijn om wel iets op te hebben. Daarna mag ik ook gelijk door. Ik heb even tijd over, dus ik ga heel even snel naar een andere Jumbo dan waar ik normaal kom. Want gisteren hadden ze wat dingetjes niet. En als het goed is, heeft dit filiaal ze dan wel. Dus 1, 2 seconden. Want het licht moet even iets vellen, anders zie ik het niet goed genoeg in de spiegel. Hopen dat het nu lukt, want echt, eyeliner en ik, we hebben echt een haat-liefdesrelatie. De ene dag zet ik hem perfect op. En de andere dag ben ik aan het klooien, dat wil je niet weten. Nou, het gaat. En daarna wordt mijn haar gedaan. En daar ben ik heel blij om. Want ik heb uitgroei en dat zou ik heel graag weg willen. En het mag ook wel even weer bijgeknipt worden. Dus ik hoef ook niks aan mijn haar nu te doen, want dat wordt zo toch gedaan. Dus dat is echt helemaal top. Nou, zat daar. En ik ga even heel snel. Nee. Hier is mijn nieuwe mascara. Die ga ik gelijk even opdoen. Hoe laat is het? Oh, ik ben nog mooi op tijd. Kijk, mijn wimpers zijn nu zo. En dan ga ik hem aan één kant vast opzetten. Ik vind altijd wel met een nieuw mascara moet je even ontdekken hoe die het beste opbrengt. Sommige borsteltjes doe ik zo, sommige doe ik hem liever met het puntje in plaats met het borsteltje zoals het erbij is gedaan. Ik vind altijd als je mascara dan een paar keer gebruikt hebt, dan weet je echt hoe je hem op wil doen. Ja. En aan de onderkant heb ik wat langere wimpers, dus je kan hem omlaag halen. Maar wat ik altijd doe is, ik tik hem alleen even aan. Dan krijgt hij aan de bovenkant van de haartjes wel wat kleur. Dus dan heb je wel wat sprekende oog. Zonder dat hij gelijk heel donker wordt. Want ik vind altijd dan, als je hem helemaal lang donker maakt, als je lange wimpers hebt, dan krijg je echt zo'n huilrandje, zeg maar. En nu accentueert hij wel zonder dat hij donker is. Dus laag 2, deze kan je dus vrij vaak over elkaar aanbrengen. Lang geleden dat ik zo'n borsteltje heb gehad. Dus nu is die zo. Goed zien, ja. Dan doe ik even als die ander. Dan heeft die één laag. En die ander nu 2. Kijk, dan is dit veel 1 laag. Met 2 lagen, nou je ziet het wel echt. En dan ga ik wel een derde laag opbrengen. Ik had trouwens geluk, we waren best snel al deze ochtend. Ze was al klaar met eten en aangekleed. Ik ben aangekleed om alleen op te maken en hoef pas over een kwartier de deur uit. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Dus ik denk, ik laat die mascara nu zien. Want dat had ik gezegd. Dus dan moet je het doen.
Ik vind dat altijd wel mooi als je hem gewoon alleen aantikt. En even een derde laagje. Vandaag heb ik trouwens Mila bijna heel de dag op school na dan. Want als die meiden uit zijn, neem ik Mila ook mee. Zij heeft zwemles, dus Mila gaat gewoon mee de kijkruimte in. En die wordt of bij zwemlessen opgehaald of ik breng haar even thuis als wij thuis zijn. Dat is wel gezellig, maar Georgia had oppas nodig, want die heeft een uitvaart. Dus dan, en ze kunnen niet spelen, maar ze hebben wel gezellig elkaar even in de auto, dus dat is leuk. Ik heb trouwens deze blush nu van L'Oréal. Le blush. Die ben ik toch wel echt heel licht op. Maar ik vind wel, als je dan toch net even heel snel een klein beetje blush op doet, dan heb je net wat kleur in je gezicht. Dan zie je er net wat gezonder uit, zeg maar. Ja, Mila. Mega fijn, gisteren super lekker weer. En vandaag ga ik sporten. Top. Top. Oké, ik ben klaar en tada, dit is het geworden. Helemaal happy. Ik ben een ietsje lichter gegaan, maar ik heb wel een spoeling. Dus dit was het lichtst wat ik kon gaan. Het lijkt in de auto wat donkerder dan als je buiten in het licht kijkt. En gelijk mijn afspraak gemaakt voor in juni. Dus dan ga ik nog weer heel iets anders doen met mijn haar. Maar voor nu ben ik er echt super blij mee. Het zit echt top. Zo moet maar elke ochtend zitten, maar 's ochtends... Het lukt mij gewoon niet 's ochtends zo vroeg. Dus voor nu ga ik vandaag heel erg genieten van dit hele goede haar. Nou, thuis boodschappen opgeruimd en ik kan gelijk mijn tas inpakken en de fiets op. Ik ga naar de overblijf. Sarah, de lunch had ik vanochtend al meegegeven omdat ik niet wist of ik überhaupt thuis zou komen nog. Maar dat dus wel. Maar Mila had geen lunch bij haar, was de moeder vergeten. Normaal heeft ze het wel altijd bij zich. Kan een keer gebeuren, maar daar heb ik net heel snel lunch voor gekocht met boodschappen doen. Dus dat neem ik ook gelijk mee. En ik ga dus fietsen nu. Ik neem mijn camera trouwens niet mee hoor. Die laat ik het liefst gewoon thuis. Want ik kan hooguit op de heen of de terug een stukje filmen. Maar ja, waarom? Zo, dat was me wel een beleving. De overblijf zelf niet. Dat ging prima. Maar de juf voor de klas waarvoor ik stond, die... moest 's middags weg voor een cursus, dus de kinderen moesten een atlas lassen. En of ik dat wilde regelen, nou prima. Ik sta al heel lang met de juf, dat is Sarah, de oude juf. En ik sta daar echt al 2,5 jaar bij de klas, dus we kennen ondertussen elkaar best wel redelijk. Dus dat was verder geen probleem. Toen had ik een aanvaring, zeg maar, een paar keer achter elkaar gelijk met een oma van een kindje uit die klas. En een andere juf die zag dat ook en die zei ook van ja, het sloeg echt nergens op.
En dat die oma zich niet had zo mogen gedragen. Het kon goed uit me worden. Want ik stond daar namens de school en dat moest ze respecteren en dat deed ze niet. Ik heb daarna nog even gestreken en ik wilde een was draaien. Toen dacht ik, ja, ik heb nog steeds geen rekje. Ik ga nu naar school Sarah Mila ophalen. En het ligt aan of Mila wordt bij het zwembad opgehaald als Sarah klaar is. Anders neem ik hem mee naar huis. Als Mila wordt opgehaald, ga ik daar even langs de blokken in de buurt. Kijken of ze daar dat rekje hebben wat ze gisteren niet hadden. Want nu heb ik natuurlijk nog even een auto tot onze auto gemaakt is. En anders, ja, dan moet ik morgen maar kijken of zo. Maar nu ben ik daar vlakbij in de buurt. En bij dat filiaal kom ik niet zomaar vanzelf in de buurt. Dus ik hoop dat wel. Dit heb ik trouwens vandaag aan. Deze blouse van, weet niet meer, broek van Wrangler. En mijn Guess sneaker watches. En deze jas is van de Mango. En dit is echt van alle bontjassen die ik heb, de allerzachtste. Oh, deze is zo lekker. Vind die kinderen op school ook altijd. Zodra ik aankom, moeten ze allemaal. Dan heb ik echt gewoon 20 handjes altijd zo aan me zitten. Maar goed, zijn kinderen dus prima. Ik ga naar de auto. We hebben zwemles gehad. Dat ging heel goed bij Sarah. Mila heeft heel lekker zitten kijken en voetbalplaatjes geplakt. Dat wilde ze. En foto's zitten te maken. En foto's van jou gemaakt met de eigen camera. En kijk eens. Ze heeft Lego. Oh. Sarah heeft deze net gekocht van eigen geld. In ieder geval die heb ik voorgeschoten, maar die betaalt ze thuis terug. En wat wilde ik zeggen? Oh ja, ik ging gelijk hier voor mijn wasrek kijken, maar ook hier hebben ze hem niet. Top weer. Ze zeggen ook, ja, ze bestellen het al weken, maar ze krijgen het niet binnen. Ja, echt heel vervelend. Nou, we staan nu midden op de weg stil. Ik zet de motor trouwens uit. Waarom zou ik de motor laten draaien als ze toch geen kant op kunnen? Oh, kijk, Georgia komt er ook niet langs, zie je dat? Die is nu ook alle auto's aan het passeren zo. Ik heb hem natuurlijk helemaal naar de binnenkant gezet, dat mensen er langs kunnen. Maar anderen zijn niet zo waarom sociaal. Waarom zijn ze hier naartoe? En zij moeten daarheen. Ze gaan nu met bepaalde mensen van de uitvaart gaan ze nu bij elkaar verzamelen. Waarom? Omdat ze even gewoon bij elkaar willen zijn. En wij gaan naar huis eten als we ooit thuis komen. Maar voor nu staat, kijk, het staat overal vast. Dus we staan hier nog even. Niet normaal. Ik loop naar de keuken om thee te zetten en ik voel me opeens zo moe. Gewoon een grote, zware vermoeidheidsaanval. Dat gaat zo weer over. Ik ga zo even gewoon lekker even een theetje zetten. Ik heb echt trek in. En ik ga mandarijntjes eten. Ik heb echt zo'n mandarijnverslaving momenteel. Ik vind ze zo lekker. Alleen ze zijn nog steeds, zelfs de nieuwe netjes, bijna niet te schillen. Maar goed. Ik ben nog steeds zo moe. Ik ga mijn bedje in. Volgens mij is dat gewoon dat gevoel van het is nu weekend en je mag moe zijn en je mag slapen. Dan heb ik het nog steeds niet heel vroeg gemaakt, zeg maar. Maar goed, ik ga lekker onder de deken duiken. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren, een duimpje achter te laten. En reageren kan op mijn Facebookpagina Mama Bakken. En dan zie ik je gezellig morgen weer. Doei doei!